Alexander Buettner is terug bij Vitesse. De 27-jarige Doetinchemmer komt over van Dynamo Moskou. Bij Vitesse hoopt hij zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. In 2012 maakte Buettner een droomtransfer naar Manchester United. Zij verkocht hem in 2014 aan Dynamo Moskou. De Russen leende hem kortstondig uit aan RKC Anderlecht. Bij terugkeer in Rusland kwam hij nog maar weinig aan spelen toe. Ja, het voelt vertrouwd. En, het is dicht in de buurt. Ik ben nu 27 jaar. Ik heb alles van de wereld gezien. Bij grote clubs gespeeld. En ik denk dat ik nu voor Vitesse heb gekozen omdat ik een beetje rust wil en stabiliteit. En ja, ik ben bekend bij Vitesse en ik denk ook dat het de enige optie voor mij was om, als ik naar Nederland ging, dat ik naar Vitesse ging. Buettner zelf is erg tevreden over zijn terugkeer. Op de training spraken wij met een Vitesse-supporter om te kijken of zij ook blij zijn met zijn terugkomst in Arnhem. Nou, daar ben ik wel blij om. We verwachten dus toch wel heel veel van hem. En in ieder geval een aanvallende impuls voor het elftal. Binnen een aantal weken hoopt Buettner weer fit te zijn en zijn eerste wedstrijd voor Vitesse te spelen.